Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Floor Decor Zutphen, Arabian Oud, Cullins en Muslim Kids Entertainment. Wie belt mij? Yo bro, wat is er? Wat? Hoe bedoel je, je gaat weg? Luister, je praat te veel, ja? Luister. Je gaat gewoon wachten en je gaat het doen op mijn manier. Gewoon stil zijn, jij. Deze man stelt te veel vragen altijd, jongen. Wie was dat? Dat is die Delano, man. Die Delano denkt ook dat hij alles is. Ja, tijd komt nog. Hé, hey, is dat niet die Mattie van Amar? Wat ga je doen? Yo! Wat is het? Waar is Amar? Gaat jou het aan, broer? Hé, hey, wat heb je gedaan? Nee, nee. Broer, begin te rijden! Een van zijn beste vrienden, Ahmed, dacht nog even snel geld te verdienen. Nog één laatste klant. Maar de dood komt daar waar hij het niet verwacht. Het komt niet op afspraak. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirun bima ta'amaloon. Assalamu alaikum, broeder. Niks achterbaan. Hoe is het? Goed? Jack, goed. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dat is zoveel in een korte tijd, subhanallah. En ik zie jouw gezicht weer. In een korte tijd zie ik jouw gezicht weer. En weer iemand doodgeschoten, subhanallah. In welk vriendenkring behoor jij? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, sahbi, in deze wereld, man? Ben jij een moslim? Geven jullie goed gedrag aan de moslims, aan de kuffar? Geven jullie goed gedrag? Totaal niet, subhanallah. Hier, ligt nu in zijn graf. Wat gaat hij nu tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? Dat hij dood is geschoten? Hm? Is dit hoe jij aan je einde wilt komen? Is dit hoe jij aan je einde wilt komen? Laat hem staan. Mogen Allah hem vergeven, broeder. En jou ook. En lijden. Wanneer stoppen jullie met dit soort onzin dingen, sahabi? En wat gaat hij nu tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? Hier, de drie vragen. Heeft hij ernaar geleefd? Zeg nou eerlijk, broeder. Heeft hij hier nu naar geleefd? De drie vragen die nu zal hij nu tegemoet komen. Wie is jouw heer? Wat is jouw geloof? En wie was de man die op aarde is gestuurd? Heeft hij daarna geleefd? Bidde hij op tijd? Was hij goed voor zijn ouders? Was hij goed voor de armen? Betaalde hij zakat? Nee, afgelopen. Hij zal deze vragen niet kunnen beantwoorden. En dan zal die hamer komen, broeder, op je hoofd. Op je hoofd, keer op keer word je ermee geslagen. Je wordt doorboord in de grond, nog dieper in de grond, tot je in de diepste put van Jahannam terechtkomt.
Heb jij verder voor deze drie vragen? Ben je voorbereid voor deze drie vragen? Nee, hè? Dan zou ik zeggen, keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en bereid je voor deze drie vragen. Keer terug, begin toba te verrichten. Vanaf nu het goede. Want je leeft nog. Voor jou, jij leeft nog. Voor jou is het nog niet te laat. Voor hem is het te laat. Het is afgelopen. Klaar. Wees blij dat je nog leeft, alhamdulillah. Dat je de kans hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala om nog het goede te verrichten. Wees daar blij om. Zeg alhamdulillah, ya Allah, dat je mij deze kans hebt gegeven. Khair inshallah. Assalamu alaikum. Je bent niks veranderd, hè, dat je vriendje dood is. Wat doe je van? Broer, heb je die gun nog of niet? Voor wat? Vraag niet voor wat. Heb je of niet? Ik heb hem niet bij hem. Hoe bedoel je hem niet bij je? Ik heb hem nodig, Matty. Wat wil je daar naartoe gaan? Huh? Wat is dat trouwens? Niet aanraken. Het is bivak. Ik ben ready. Bro, vandaag gaat hem sowieso niet worden, bro. Hoe bedoel je? Je hebt een plan nodig, bro. Wat ik al vaker zeg, bro. Kom je weer met plannen en zo? Hé, hey, heb je niet door? Dat alles misgaat door jou. Omdat je zo emotioneel nadenkt. Heb je dat door of niet? Bro, een van hun gaat vandaag sowieso slapen. Heb je begrepen of niet? Ben je bang? Zeg mij, ben je bang? We gaan naar Amar toe. Hij heeft sowieso wel een plan. Oké. Geef hem geen box alsjeblieft, deze bangerik. Praat alsjeblieft met hem. Wat is er gebeurd? Dit is leeg hoofd. Met iemand gaan neerhalen zonder plan. Dus ben je bark of wat? Amar, we gaan dit met z'n twee fixen of niet? Nee, man. Ik heb je toch gezegd, hij leeg hoofd. Je moet met dat plan komen. Wat praat je? Hoe bedoel je nee? Wat is het probleem dan? Ga je mee kappen, man, boys. Hij maakt fatu. Ja, fatu, man. Zie wat je gaat stoppen. Nee, man, het zijn geen fatus, man. Ik ga echt stoppen. Met wat ga je stoppen? Waar we bezig zijn, boys. Hoe bedoel je, je gaat stoppen? Ik heb jou nodig. We gaan dit fixen met z'n tweeën, toch? Wie is de volgende van ons? Huh? Jij? Of jij? Of ik? Huh? Broer, niemand kan mij hitten. Ja, dat zei Achie ook. Waar is Achie nu dan? Huh? Hij is 2 meter onder de grond. Is hij voorbereid op de dood? Hè? Huh? Ben jij voorbereid op de dood? Of jij? Wij noemen onszelf moslims? We weten niet eens de drie vragen van het graf. Hallo, je bekeert dat je bent. Boy, is ook best voor ons ouders, man. We moeten hier gewoon kappen, man. Ons leven niet oppakken.
Is je dit zeker of niet? Ik weet het zeker. Is je dit zeker of niet? Hé, broer, wat doe je? Laat hem los, joh. We hebben elkaar nodig. Die is een hypocriet. Waar ga je heen? Ga los, man, pas. Amar, ik dacht dat we broeders waren. Blijkbaar niet. Vieze hypocriet dat je bent. In de vorige lezingen die we hebben gehad, hebben we het gehad over het straatleven. Wat er vandaag de dag gebeurt op straat. Deze steekt de ander of hij schiet hem dood. Het verdienen van haram geld op allerlei soorten manieren. En geloof me, deze dingen zal je nooit kunnen loslaten zolang je slechte vrienden hebt. Deze dingen zal je nooit kunnen loslaten als je een slechte omgeving hebt. In deze dunia zullen deze vrienden tegen jou zeggen dat ze jouw bek hebben. Dus je hoeft je niet te stressen, het komt goed. We zijn er voor je broertje. Maar deze mensen heb je nooit herinnerd aan Allah subhanahu wa ta'ala. Nog nooit hebben ze tegen jou gezegd, heb je het gebed verricht? Heb je vandaag wel gebeden? Ben je vandaag opgestaan voor het fajr gebed? Op de dag des oordeels, ayyul ikhwa, zal je gehoopt hebben dat je deze mensen nooit had leren kennen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit ook duidelijk in de Koran vermeld en heeft gezegd, Ja, weilata leitani lam attakhidh fulanan khalila. Op de dag des oordeels zullen deze mensen die slechte vrienden in deze dunya hadden, die zullen zeggen, oh Allah, had ik deze persoon maar nooit leren kennen en kende ik hem maar niet. Waarom? لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Deze persoon heeft mij doen afdwalen van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus deze persoon heeft spijt omdat hij omging met deze mensen, maar dan is het te laat. Dan is het te laat. Dus vandaag de dag dat je nog een kans hebt om de juiste omgeving te creëren, doe dat dan. Ga om met de mensen die je doen denken aan Allah subhanahu wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala dat voor ons alle vergemakkelijken, ya Rabbil Alameen. Wat is jouw probleem? Kom, kom, sta op, rennen. صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. السلام عليكم عمر. عليكم السلام ورحمة الله. ويست خوتا متشو؟ الحمد لله موي فرسي مان. Ik heb een vraag voor jou. Zeker, bro. Je weet wie ik ben en wat ik heb gedaan. Is er nog voor mij een weg terug of niet? Natuurlijk, broeder. Er is altijd een weg terug naar het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Je bent moslim. Maar waarom zal Allah subhanahu wa ta'ala mij vergeven hiervoor? Nu je dit zegt, moet ik gelijk denken aan de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En waar Umar ibn Khattab radiyallahu anhu over heeft gezegd dat het de meest hoopvolle vers in de Koran is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in dit vers, zegt hij, قُلْ يَا عِبَادِي, O mijn dienaren, hij spreekt hier zijn dienaren aan. En als we denken aan de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala, dan denken we gelijk aan iemand die de hele dag in de moskee is. Iemand die de dagen vast en de nachten bidt. Iemand die dagelijks bezig is met het gedenken van Allah en de Koran. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft het in dit vers over andere soort mensen. En hij legt het ook uit. Hij zegt, alladhina asrafu ala anfusihim. Degene die buitensporig tegenover zichzelf zijn geweest. Die noemt Allah subhanahu wa ta'ala zijn dienaren. Iemand die de hele dag bezig is met het plegen van zondes. Iemand die de hele dag bezig is met het teleurstellen van Allah subhanahu wa ta'ala. En het zo erg doet en zoveel zondes pleegt, dat hij denkt dat er geen weg meer terug is naar Allah. Dat er geen terugkeer meer is naar het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. En tegen deze personen zegt Allah subhanahu wa ta'ala, La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Wanhoop niet aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhoop niet aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, want de zondes die hij pleegt, het kunnen er veel zijn. Maar de genade van Allah subhanahu wa ta'ala is altijd groter. Als jij bergen aan zondes heeft, heeft Allah subhanahu wa ta'ala oceaan aan barmhartigheid, alhamdulillah. Hij zal jouw zonden vergeven. En daarom zegt Allah ook in dit vers, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Voorwaar, hij zal alle zondes vergeven. En waarom doet hij dat? Waarom zal Allah subhanahu wa ta'ala dat doen? Omdat hij over zichzelf zegt, Innahu huwal ghafur rahim. Hij is de meest vergevingsgezind, meest genadevol. Dus hoe groot je zondes ook zijn, Allah subhanahu wa ta'ala zal jouw zondes vergeven, inshallah. En wat moet ik doen om vergeven te worden dan? Je moet spijt hebben, bro. Je moet spijt hebben. Het is verkeerd wat je doet. En je moet jezelf beloven om nooit meer terug te gaan naar deze zondes. Je moet jezelf beloven dat je niet meer terugkeert naar al deze fouten die je hebt begaan. En je moet oprecht zijn in jouw toba. Oprecht Allah subhanahu wa ta'ala om vergeving vragen. Vraag hem om jouw zondes te vergeven en ga met een zuivere intentie een nieuwe stap maken. En Allah subhanahu wa ta'ala zal jou vergeven, inshallah. En Allah subhanahu wa ta'ala zal jou een beter leven schenken, bi'idhnillahi ta'ala. Dank u wel voor je antwoord. Ik weet genoeg. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
Hamza. Hamza. Kom je doen? Ik heb gehoord iemand gestoken. Wat is er gebeurd? Je ziet het. Ik zit in een rolstoel. Ze hebben me gepakt. Wie? Shota. Ze hebben me helemaal vernederd, dat zeg ik me. Hoe gaat het nu met je? Bro, alsjeblieft. Ga niet van die onzin vraag stellen. Kan ik nog wat voor je doen? Het enige wat je kan doen is opdonderen. Hey, niet zo praten, man. We zijn nog broeders. We waren broeders. Hoe durf je mij aan te kijken? Moet je schamen, man. Huh? De ene is doodgaan. De andere is gepakt. Ik ben neergestoken. Wat was je toen? Huh? Wat was je toen ze mij hadden gepakt? Het moment toen we jou nodig hadden, liet je ons allemaal vallen. Liet je ons allemaal in de steek. Amar. Ja. Blijf uit mijn buurt. Kun je nooit meer zien. Dit is het laatste moment dat wij wat van Amar hebben gehoord. Ik heb hem hierna niet meer gesproken, niet meer gezien. We weten niet waar hij is of wat hij doet. Dus een boodschap aan Ammar en alle Ammars daar die nu naar mij kijken. Weet waar je aan begint. Weet welke stappen je maakt. Want op een gegeven moment, wanneer je te veel fouten maakt, wanneer je te veel zondigt, dan zal je afdwalen van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala en dat wil je niet. Het maakt niet uit wat voor zondes je pleegt. Is het nou het criminele padje wat je bewandelt, of andere zondes die je pleegt. Weet dat wanneer je afdwaalt van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala, dat je geen rust zal ervaren. En weet wat Allah subhanahu wa ta'ala daarover zegt. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Het afdwalen van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala zorgt ervoor dat je hart versteent. Zorgt ervoor dat je hart een steen wordt. Dat betekent dat de woorden van Allah, de sunnah van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam, jou niet meer zal raken. En dat je heel moeilijk terugkeert naar het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus nu je nog een keuze hebt, maak een verstandige keuze. Je hebt er twee. Het pad van Allah subhanahu wa ta'ala en het pad van de shaitan. Het pad van Allah subhanahu wa ta'ala brengt je naar het paradijs. En het pad van de shaitan brengt je naar al het slechte. Dus maak de juiste keuze. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala jullie alle behoeden.